En het werd weer tijd voor een dagelijkse video op DDG. Want er zijn heel veel dingen veranderd. Onder andere dat ik sinds, het is nou zaterdag, dus technisch gezien sinds gisteren, officieel gestopt ben met mijn baan. En dat nou YouTube mijn baan is. Dus ik ben eigenlijk niet gestopt met een baan, maar met mijn vorige baan. Snap je? Ik doe dus fulltime YouTube. En het zit er een tijdje aan te komen. Ik had een maand geleden al gemeld. Ik heb daar heel veel zin in. Dat betekent dat ik dus elke dag heel veel content voor jullie kan gaan maken. Ik kan er ook meer tijd in steken. Ik kan mijn hoofdkanaal weer actief doen. En Moet ik wat gaan zeggen over? Ja, wat vind je er nou van dat wij eigenlijk, want we doen het natuurlijk met z'n tweeën, samen fulltime YouTube gaan doen. Dat is toch vet? Ja, het is heel apart. En ik wist het natuurlijk al. Jullie wisten het al een maand van tevoren. Inderdaad, heeft hij het gezegd. Maar het blijft heel vet. En het is nu eindelijk daar. En dat is wel vet. En we gaan natuurlijk ook verhuizen. In de komende maanden tijd gaan we zoeken naar een huisje. Oh mijn god, Reveen, waar gaan we heen? Nou, we gaan omgeving Utrecht. Waar precies, weten we niet. Maar omgeving. Dus om Utrecht heen zitten we een beetje te kijken. En we gaan denk ik een makelaar inhuren. Gewoon die even kan helpen met het zoeken. Want ik ben er niet zo goed in. En David weet ik eigenlijk niet of het heel goed in is. Maar ik ben overal goed in. Behalve de camera vasthouden als ik zelf aan het aan het praten ben. Vanuit Reveen het even voor mij doet. En wauw. Jongens, het is best raar. Vind je niet? Gewoon dat je van je hobby, je droom, eigenlijk je baan kan maken. Is toch vet? Het enige nadeel, meer een minpuntje, is zeg maar dat ik wel afhankelijk ben van jullie. Dus dit wordt helemaal geen smeekvideo van, oh, kijk mijn video 100 keer of like alles. Want je hoeft niet alles te liken. Gewoon als je het leuk vindt. Maar vergeet dat niet, weet je. Gewoon als je een avondje verveeld of zo, laat die tv lekker stikken. Gewoon fuck die tv. En ga gewoon DDG kijken. Want holy shit, wij uploaden 5-6 video's per dag. En allerlei type video's. We hebben ook nog voor de nieuwe kijkers, die nou zoiets hebben van, waarom maar 2 of 3 uploads per dag? We hebben 1900 video's. Dus het beste wat je kan gaan doen is gewoon eventjes op het kanaal. Dan zoek je gewoon Minecraft of Call of Duty of Barbie's Droomhuis. Typ je gewoon in. Waarschijnlijk hebben we het een keer gedaan. En ook Slenderman. Je kan even alles vinden. Typ het gewoon in. Of je kijkt bij populairste en dan scroll je naar beneden. Dan heb je de tofste video's die er zijn. En vergeet het gewoon even niet, jongens. We hebben al zo ontzettend veel content. Ga gewoon lekker browsen. Ga gewoon zoeken. Want ik geloof niet dat jullie allemaal, alle 100.000 man, alle video's gezien hebben. No way. En toch vragen jullie om nieuwe. Nou, er zijn dus ook heel veel oude video's. En nog even iets. Ik heb het een keer eerder gevraagd, volgens mij. En toen was het echt gelijk, en dan denk je, wat bedoelt die? Nou, ga ik even uitleggen. Kom maar. Afhankelijk zijn van geld is iets heel stoms. Dat is gewoon stom. Alleen, dat is wel de reden waarom we dus advertenties draaien op video's. Waarom we soms een midroll doen. Dus dat je halverwege een video alsnog een advertentie moet kijken. Meestal kun je hem wegklikken trouwens. Dus vandaar ook een beetje een appeal als je adblock hebt en je kijkt mijn video's. Zet er gewoon lekker uit. Want als iedereen adblock zou doen, dan zou ik weer bij een supermarkt moeten gaan werken. En dan kan ik geen DDG meer doen. Dus het is een klein beetje geven en nemen. En ook heel belangrijk, aangezien wij ervan gaan leven, met het Reveenskanaal gaat het nou heel erg goed. Maar ik heb gezien dat, moet ik het goed zeggen, 18,5% meisje hè, van DDG. Nee, iets meer nu, maar het is naast gewoon heel bijna veel 20% van de kijkers naar deze video en naar elke video zijn vrouwelijk. Nou, doen we even snel een rekensom. 117.000 gedeeld door 5. Moet ik het zeggen? Oh, god. Iets meer. 18.000 of zo, nee, 19.000. Ja. Meer. Wat? Meer? Nee, ja, zoiets. Ja. Whatever. Gewoon, we hebben gewoon een gruwelijke bak aan vrouwelijke kijkers. Nou, die vrouwelijke kijkers, jullie zijn waarschijnlijk allemaal hele mooie mensen. En jullie weten allemaal hoe je moet opmaken. Maar Reveen, die heeft een kanaal. En daar helpt ze jullie een beetje bij. Ze geeft tips waar je misschien nog nooit aan gedacht hebt. Van alles en nog wat eigenlijk. Ja. En dan vandaar ook een beetje vanwege financiële stabiliteit, om het zo maar te zeggen. Zou ik het natuurlijk heel tof vinden als het kanaal van Reveen ook goed bekeken wordt. Dat wordt het al. Het wordt maar al goed dames, bekeken. Een appeal. Als je het wilt,
ga gewoon even naar mijn kanaal Beauty met Ravé en abonneer eventjes, want je helpt me er gewoon mee. En like natuurlijk mijn video's als je ze leuk vindt. En ja, het is voor mij heel leuk en ik wil heel graag wat groeien en ook mijn eigen kanaal heel groot maken. Het zou gewoon vet zijn, dus jullie kunnen daarmee helpen. Dus, gewoon even doen. Voor wat, hoort wat, geven en nemen. En wij gaan ook naar de Chinees en we gaan vieren dat we... We gaan vieren met Chinees. Nee, dat gaan we een keer op een echte manier vieren. Maar we gaan gewoon even lekker wat eten en dan ga ik weer naar huis. Ga ik weer opnames maken. Want misschien zie je het niet in deze video, misschien wel voor de mensen die me wat beter kennen. Maar ik ben echt fucking blij dat ik van mijn hobby gewoon mijn beroep... Zeg ik verkeerd? Nee, ja, ja, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Of nee, ik kan leven van mijn hobby. Dat klinkt beter. Ik kan leven van mijn hobby, dankzij jullie. Laten we dit nog heel erg lang gaan doen. Doe even een like op de video, abonneer op Dus David Games. Vertel iedereen die je kent van, hey, er is een gast, hè? He's living his dream gewoon, hè? En hij heeft een gamekanaal en ik kan erom lachen. Of ik vind het vet, of ik vind het spannend. Abonneer even op hem. Help mij ook gewoon een beetje. Ik weet zeker dat jullie dat kunnen, want Team DG is fucking awesome.